een vraag, opmerking die was gemaakt tijdens de vorige persconferentie. We stellen zeer op prijs, het houdt ons scherp. Was namelijk het vraagstuk van de rebewijzen. We zeggen, er is werk van gemaakt om ons te laten informeren van wat er precies aan de hand was. Het bleek dat het vraagstuk tweeledig was. Enerzijds ging het om een groot aantal e-rijbewijzen die zijn aangemaakt en om de een of andere reden niet zijn opgehaald. Het ging om een stuk van 4000 zoveel. En die lijst hebben we ingezien. En een andere dimensie van het vraagstuk is dat personen die geslaagd zijn voor een rijexamen, ergens vanaf begin september tot heden, nog niet kunnen beschikken over hun i-rijbewijzen vanwege geen materiaal om dat te printen. Nou, dat is, maar we hebben maatregelen getroffen in samenwerking met de afdeling verkeer en daar opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat de 4000 zoveel zo snel mogelijk worden verstrekt. Daarvoor zijn de kantoortijden, de werktijden van afdeling verkeer verruimd. De medewerkers hebben zelfs op de zaterdag en de zondagen gewerkt. En ik zal u zeggen, tussen 14 oktober, de dag dat het is, enkele dagen nadat het is aangekaart, tot heden, te ruim 1400 e-rijbewijzen zijn verstrekt. Nou, ik wil gebruik maken van de gelegenheid om degenen wiens e-rijbewijzen al af zijn, en die lijsten zijn online, door steeds geüpdate, om te vragen om de e-rijbewijzen op te halen. Ja? Als de onderliggende stukken in place zijn, is de wachttijd maximaal 15 minuten. Dan krijgt u uw e-rijbewijs en dan kunt u daarmee rijden. Dus echt, we doen echt een beroep op de gemeenschap, de belanghebbenden, om hun e-rijbewijzen op te halen. Daarvoor zijn de kantoortijden van afdeling verkeer verruimd. Bedankt voor die insteek. Laat me zo zeggen, slotopmerking. Ik vraag de samenleving begrip en geduld voor al die zaken die bij de politie zijn en waarvan we zien dat het onderzoek stroef loopt, die feedback niet adequaat wordt gegeven. Daarover zijn er instructies naar de regiecommandanten. We verwachten verbetering op dat stuk.